Een mooi plaatje vanmorgen tijdens de eerste ochtendtraining van AZ in de Turkse Belek. Met op de achtergrond een paar prachtige bergtoppen werken de spelers de eerste training af. Gisteravond arriveerde de selectie laat in het hotel en vanmorgen stond er alweer vroeg een training op het programma. Eerst werden er wat positiespelletjes gedaan, waarna er in de middag vooral gefocust werd op partijspel. Ook weer op het veld te zien was Myron Boadu. De 17-jarige spits is nog herstellende van zijn enkelblessure en trainde daarom niet mee met de groep. Verder waren er geen andere blessuregevallen en dus kan er teruggekeken worden op een lekkere ochtendtraining. Zo ook voor keeper Marco Bizot. En lekker getraind? Ja, de accommodatie is perfect. Gras ligt er goed bij. Het is weer lekker om met een bal bezig te zijn en weer in ieder geval op te starten. Dus, Want je had een beetje rust? Nou, rust. Ik heb wel wat gedaan hoor, natuurlijk. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, ik ben even op vakantie geweest, maar ik moest elke dag de gym in. Dus ik heb niet stil gezeten in ieder geval. Maar ik heb lekker even kerst gevierd met familie. En daarna zijn we lekker, ben ik met mijn vrouw op vakantie gegaan. Even genoten van het mooie weer en de omgeving, natuur en alle andere mooie dingen waar we terecht zijn gekomen. En toen nog een paar dagen thuis druk even bezig geweest. En nu weer vol aan de bak. En nu weer vol aan de bak, ja. Geniet je ervan? Ja, zeker. Zeker weten. Ja, ik vind het lekker om, zeker als het dit weer is, als het, lekker, als het zonnetje schijnt, lekker warm is en de omstandigheden gewoon perfect zijn, dan geniet ik wel van op het veld te staan.